Zie mij je nu liggen, helemaal overkrapt. Ja, wie vraagt er nu ook een wilde kat om hem even te krabben? Ja, ik had jeuk. En dat rietenke in die ambulance was ook allesbehalve plezant. Er zaten nog twee beren in en één daarvan moest bevallen. En die chauffeur van die ziekenwagen, die reed ook nog ongelooflijk wild. Welk beest zat daar achter het stuur? Ah, dat was... De mug! Vindt je dat niet vervelend, Adelbert, dat andere dieren nu een vogel kunnen zien? Ik leg er soms wel een doeksje over, maar uh, aan u laat ik hem graag zien. Vroeger zaten er trouwens twee. Ook nog een blauwe, maar die was van een andere tak van de familie. En ik liet er ook geregeld een vliegen, maar uh, de andere is op een dag niet meer teruggekomen. Ja, het is wel een mooie. Hebt je hem al lang? Alle al jaar, denk ik, maar ja, die dat komt alleen als ik mijn takkengebij aandoe En in de lente doe ik dat niet aan, want dan maken ze een hele nest in mijn gebij. Ja, zo'n nest dat moet ik ook niet hebben. Ah, meneer Adelbert en meneer Gert, ik heb een nieuw bord opgehangen. Is het niet goed? Het is een wonderbovenwonder. wonder. Boven wonder. <laughs> ja, ik stond erbij en ik keek er naar. Een jongetje, is hij niet schattig. We noemen hem Reddy. Omdat hij te vroeg geboren is, zijn zijn oogjes nog niet helemaal oké. Okay. Maar de dokter heeft dat opgelost met een brilletje. Want zonder ziet hij geen steek. Maar als alles goed gaat, dan mogen we straks al naar huis. Ik heb een slim plannetje bedacht. Nu moeten we ons vooral stil houden.